Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe battle voor de Draft League die wij gaan aan het doen zijn. Het is natuurlijk weer de free-for-all, het is de derde battle. De eerste battle werd ik eerste en de tweede battle werd ik tweede. Laat ik die streak van tweede of eerste alsjeblieft volhouden. Ik hoop dat dat gaat lukken. We gaan het in ieder geval proberen. Vandaag spelen we tegen Jordi, Dylan, dat is Lieke, en tegen Bobby Wick, Sander, maar niet de Sander van Gaming SB, maar een andere Sander. En ik hoop dat we weer hoge ogen mogen gooien. We wachten heel even totdat Bobby Wick een dingetje heb gekozen. Ik ga even kijken, misschien dat ik andere Pokémon meeneem dan de vorige twee battles, maar ik denk dat ik Spiritomb en Azumarill weer meeneem. En dan misschien één andere boy of girl. Oh, er gebeurt iets. Chice. Bobby Wick. Dit is niet heel positief voor mij, denk ik. Ik denk dat dit niet heel positief voor mij is. Check opponents. Ja, ik denk Celeste om meenemen. Ik zie weinig Fairy. Ik denk dat ik Celeste om meenemen voor in de back. Die withdraw ik. En dan... nemen we Helm wel mee. Oké. Hippowdon. Yo, een shiny Snorlax. Wordt hier met een Pyukumuku gespeeld? Oké. We calminen hem wel. Dylan speelt ook met een Chinese Pyukumuku. Of met een Japanse Pyukumuku. Gaat hij me laten sleepen? Maar ik heb nog lefties die dit weer healen, dus dat is niet zo'n probleem. Dat heeft die Snorlax ook, oké. Okay.
Zal ik Calm Mind nog een keer? Ja, laat ik nog een keer Calm Mind. Ik val zo in slaap en ik kan gewoon sleepcraft doen dan. Ja, op mij. Godverdomme. Hé? Huh? Ik miste even hoe ik gepoisoned raakte. Dat ga ik wel even navragen. Ik miste even hoe ik gepoisoned raakte. Ik heb ook nog lefties, dan heal ik mezelf zo weer. Hetzelfde geldt voor Snorlax overigens. Ik denk dat er iemand een idee voor Switch heeft. Dat bedoel ik. Ferrothorn, oké. Dat is 12 bij Switch. Delibird. Oké. Ja. Op de Delibird. Oh, bijna dood. Oh. Oeh. Mag ik zelf kiezen? Ah, oh, dit is niet de goede. Kut. Vanzelf dood. Heel veel daarmee, denk ik. Oké, dit is nice. Oh wacht, nu is het helemaal niet nice. Want nu had ik alleen maar profijt van. Never mind.
Als er komt weer power dan weer, dan gaat hij weer cent zetten. Delibird is bij ons hoor. Oeh, het is nu een water Pokémon. Ik zou heel graag opgeven naar Salazzle willen. Ik zou heel graag een keer naar Celeste willen, maar op het moment dat ik nu ge-earthquake word, dan is het over voor Dugtrio. En eigenlijk kan ik pas naar Celeste als die Apoudon dood is. Zichzelf. Best wel veel. Nu komt gebeuren weer van. Snorlax. Oh, dit kan best goed zijn. Oeh, dat was een crit op Ferrothorn, oeps. Pukumuku leeft nog. Oh, hij doet de recover. Zonde, denk ik. Oeh, dat deed heel veel damage. Oké, de Pukumuku is eindelijk een keer dood. Oh, innards out. Dat is wel nice, ja. Snorri dood? Nee, Snorri niet dood. Ja, dan ga ik zo voor de freeze switchen doordat Dugtrio dood gaat. Dan ga ik nu niet switchen, dat is zonde. Vega slash, oké.
Ik denk dat hij gaat recoveren. Anders moet iedereen iemand gewoon in. Oké. Okay. Yeah, en dan ben ik de volgende, of niet? Ja. Yeah. Oké, okay, de Snorlax is gone, zo. en dan leef ik nog steeds. See! Godverdomme. Maar ze zijn allebei steel, dus ik kan ze volgens mij allebei niet toxicen. Volgens mij werkt dat zo. Ik ga Earthquake doen. Oh, ja, Earthquake is gewoon een hele goede om te doen. Ook omdat hij nu weer gaat switchen naar Hippowdon. Oh, hij gaat... Ja, zie je? Hij gaat weer switchen naar Hippowdon. Dat zat er wel in. Sandstream weer. Volgens mij is dat niet heel erg voor mijn Pokémon. Dus überhaupt niet voor de Pokémon... Shadow Sneak. Op mij, wat een lul, wat een lul! Oké. Okay. Ja, kut, nu is die Hippowdon. Nu is die Hippowdon aanwezig. Nu durf ik eigenlijk niet in... En hij heeft Tyranitar nog. Ja, ik durf die... Ik durf niet in Celeste te gaan als die Hippowdon er staat. Nou, hij is het Ecoslashje dood. Hij had nog een crit op mij ook. Ja, het is wel een probleem dat Tyranitar nu komt, want die is ook goed tegen mijn Celeste. Ik hoop eigenlijk dat ik... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik hoop. Hij gaat ook waarschijnlijk... Ja, ik weet niet wat hij gaat doen. Sleeptalken nog een keer, maar het gevaar van Sleeptalk is dat ik nu wakker word en geen damage doe. Laat die Tyranitar die Hippowdon eens even killen. Ja, dat dacht ik al. Ah, kut, het beslek of. Ja, en ik wil ook kut. Zuur. Laten we het resten. Als Celestial nu komt, heb ik echt een probleem.
Dus mijn spirit toen moet niet doodgaan. Als Tyranitar nu op mij focust, dan ben ik genaaid. Doe maar gewoon Earthquake. Lekker voor je, bitch. Hij focuste me nog ook, maar hij miste. Oké, dit is heel positief. Wat een anus dat hij op mij focuste. Ja, dan hoop ik Earthquake en dat Tyranitar dan dood is. Dat het nu dan alleen nog maar tegen Bobby wordt. Ik denk dat dat het positiefste is voor mij. Maar ik denk dat hij gaat switchen of weer gaat healen. En geen Earthquake gaat doen, omdat hij die Hippo dan op het veld laat. Oh, op hem. Nice. Oh, hij is niet dood. Ja, en dan gaat hij weer slapen. Oh, wat kut. Nou, ik hit hem ook wel met Dark Pulse, maar dat is toch niks, jongens. Oh, hij kan wel Calm Mind doen. Met, oh, dit is wel positief. Dit is positief. Of hij laat het hierbij. Of hij gaat voor de kill op de Tyranitar. Of hij gaat op de kill voor de Tyranitar. Dat kan ook. Tyranitar de Earthquake, oké. Die hip houden. Hij doet body press. Op de Tyranitar. Tyranitar is dood. Oké, ik ben weer tweede geworden. En er is een mogelijkheid. Want als het goed is gaat die Hippowdon nu dood. Heeft die Ferrothorn. Ik zie de mogelijkheden. Kom op, Dark Pulse hem alsjeblieft. Oh, hij doet weer Calm Mind. Kutsoort. Dit is niet positief. Of gaat hij nu dood? Ah, until battle ends. Oké, die Hippowdon is dood. Snel kies. Oké. Ze zeggen dat ik gewonnen heb. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik weet niet wat er hiervan gemaakt wordt. Maar ik wil jullie bedanken voor... Ik denk dat ik eerste ben geworden. Bedankt voor het kijken van deze battle. Adios amigos.